Hallo allemaal en welkom bij deze bijzondere wedstrijd in de Pre-Zero Arena. Uiteraard kijken mijn collega Jeroen Guter en ondergetekende Siert de Vos er naar uit om deze wedstrijd voor u te becommentariëren. Dit moet bijna wel een geweldige voetbalwedstrijd worden. Een interessante wedstrijd, zeg Jeroen, voor de liefhebbers vooral. Ik hoop voor de kijkers thuis dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen, Siert. Maar ja, dat ligt natuurlijk in de handen van de spelers. Vandaag is door de coach gekozen voor deze opstelling. De trainer van deze ploeg maakt er geen geheim van dat hij wil gaan aanvallen. Anders zou je niet voor 4-3-3 zijn gekozen. Dat lijkt me ook niet, nee. Een interessante formatie, dat wel, met een vrij compact middenveld. Hier zien we de opstelling van het andere team. Als ze al gaan aanvallen vandaag, dan zal dat veelal door het midden gaan. Want de flanken zijn behoorlijk onderbemand vandaag. Of onderschat ik nou die backs? Ja, daar heb je gelijk in, Siert. Want daar ligt de ruimte voor de vleugelverdedigers. Eerste helft. We hebben afgetrapt. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Jonjo Shelvey. Johnson. Wang Hee-chan nu. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Doelpunt, ja hoor. Ze openen de score al vroeg in deze wedstrijd. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Van de bal gezet. Johnson. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Hij laat zien hoe het moet. Een mooie dribbel. Oh, wat een kans! Oh, alleen op de keeper af. Ja, dan moet hij er toch altijd in? Ja, maar ja, ga er maar eens aan beginnen bij deze keeper. Dat is echt een heerlijke redding, hoor. Niet voor het doel, maar kort. Voorzet wordt gegeven bij de tweede paal. Zo maken ze een einde aan de dreiging. Daar op de flank krijgt hij ineens ruimte. In het midden van de 16. Wat een mooie steekpas. Ja, hij is er doorheen. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten?
En de keeper, ja, die levert hem zomaar in. Hij zoekt naar de opening hier. Jonjo Shelvey. Wang Hee-chan nu. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit. Hij kan scoren en het wordt dan de gelijkmaker. Maak wat van deze corner. Gespeeld. Hij werkt hem weg. Een medespeler helpt hem. De verdediger weet de voorzet te blokkeren. Komt nu dan de beslissende actie? Hij heeft de gelijkmaker op de schoen. Doelpunt, hij zit erin en we staan weer gelijk. Nou, dit is ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd is dit, joh. En het kan nog alle kanten op, hè. Ja, dit is toch wat we willen zien, hoor. Dit is echt een schitterende actie. Hij gaat zijn man voorbij en maakt hem dan heel netjes af. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Steekpaas. Dit lijkt gevaarlijk. Maar schept die paas. Blokkeert het schot. Jonjo Shelvey. Johnson. Wang Hee-chan nu. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. En dan balverlies. Leandro Trossard. Leandro Trossard. Wat een steekpas. Heerlijk. Zo dicht bij het doelpunt. Maar die poging strandt op de lat dus. Johnson. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Je hoort dat het publiek wil dat hij schiet. Nou, dat lijkt me duidelijk. Hij was voorbij de laatste man. Kan niet anders dan rood zijn. Ja, doorgebroken speler, oordeelt de scheidsrechter. Opgelegde scoringskans verijdeld door die overtreding. En dus krijgt de overtreder rood. Ja, dit is een ABC'tje, zie je het. Hier staat maar één straf op. Iedereen heeft hier begrip voor. Er wordt nu een beroep op de bank gedaan. Net als bij Monopoly.
wordt in de muur geschoten. De bal raakt de tegenstander. Het wordt een hoekschop. Hij wordt kort genomen. De bal wordt voorgezet. Mooie kopbal. Alle reden om de herhaling nog eens goed te bestuderen. Want daar gebeurt best veel hoor. Het begint met een voortreffelijke paas en dan gewoon uitstekend met het hoofd verzilverd. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2 tegen 1. De vierde official zegt dat er 2 minuten blessuretijd bij komt. Hij is bezig aan een fraaie dribbel richting goal. Nou, de eerste helft hebben we weer gehad. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Hij is niet bang en probeert een grote afstand. Maar ja, dan moet je wel geluk hebben. Rechtstreeks in de handen van het doelman. Geen probleem. Het stadion wacht op het schot. De doelman verdedigt zijn doel. Ja, daar is hij voor, hè? Op zoek naar uitbreiding van hun voorsprong via deze hoekschop. Niet voor het doel, maar kort gespeeld. Die moet hij maken. En er gaat er weer één in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Goed, dat doelpunt verdient het om nog eens te worden bekeken. Allereerst is er die korte hoekschop. En dan een afgemeten voorzet. En dan is het niet dat er verwoestend wordt uitgehaald, maar ja, de traptechniek wordt ten volle benut. Kijk maar hoe mooi de bal in het doel vliegt. En we hebben nu een stand van 3-1. En weer balbezit. En weer in balbezit. Ruimte op de flank.
is dit de aansluitingstreffer. Redding van het doelman. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Voorzet recht voor het doel. Heel mooi verdedigd hier. Direct druk zetten, dat werkt hier. Hij kan ver komen met de bal aan de voet. Nou moet je natuurlijk wel de bal in de ploeg houden. Herrera. Voorzet wordt gesmoord. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Hij rukt verder op. Ah nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Herrera. Hij is zijn directe tegenstander voorbij. Balbezit kwijt. Aardig gestopt door de keeper met die duim. Coach lijkt te gaan wisselen. De bal komt voor het doel. Daar komt een tegenstander tussen. Jonas Svensson. Bal raakt hij kwijt. Op de flank zien we nu de ruimte liggen. Daar staat niemand waar de bal heen gaat. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Nog steeds met de bal aan de voet. Lage bal richting teamgenoot. Die voorzet is te kort. Matige bal. Daar op de vleugel is nu wat ruimte. Schiet! Dat scheelde niet veel, zeg, maar ze komen geen centimeter dichterbij. Zijn teamgenoten die balen er ook van. Voorlopig blijft de achterstand groot.
Nog 2 minuten extra speeltijd. Lekker opstomen met de bal. Wie houdt hem tegen? Ja, zo'n sliding moet je natuurlijk bestraffen. Gewoon gevaarlijk. Dat zou wel een schil kunnen zijn. Gele kaart voor die actie. Nou, flinke overtreding inderdaad. Al zeilt de 16 in. I am sailing. Einde van dit duel. De bezoekers konden een nederlaag niet voorkomen. Ik denk dat we kunnen spreken van een collectieve off-day vandaag, Siert. Ze hebben niet gebracht wat nodig was. De tegenstander kon veel te vaak en te makkelijk de actie maken. En ja, dan krijg je dit soort doelpunten onder oren. Slotsom, een duidelijke nederlaag. En al met al een zwakke prestatie van het team. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.